De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, FIT, heeft vanmorgen een persconferentie belegd om informatie te verschaffen over onder andere het uittreden van enkele dorpshoofden uit de FIT. De vereniging gaf verder aan dat zij het traditioneel gezag zijn en geen gewone ledenvereniging. FIT-bestuurslid Ricardo Panet gaf aan dat leden niet zomaar uit de vereniging kunnen stappen, omdat er op regionaal niveau bepaalde afspraken zijn gemaakt. Zo werkt dat in. En als men denkt van uit te stappen van de ene dag op de andere dag, zo werkt dat ding niet. Anders vertrap je je eigen traditie en cultuur. Anders weten we de structuur niet meer. Dus dat is wat de FIT is. En ik denk dat dit deel sterker moet worden gemaakt. En het is een sterke structuur. Vandaar dus dat we dan dit gedeelte vandaag uit de doeken willen doen, zodat iedereen weet hoe dat verder moet gaan. En we moeten verder. Het is een uitdaging voor ons om samen collectief te werken aan verbetering van onze situatie, aan van ons leefomstandigheden in Suriname. De voorzitter van de FIT, Theo Ubitana, benadrukte dat de mening van de FIT met betrekking tot de grondrechten nog ongewijzigd is. Inheemsen zien grond niet als kapitaal of als hun rijkdom, maar als een stuk bestaanszekerheid, zegt Ubitana. De grond, de natuur, het bos is voor ons als inheemse volken van essentieel belang om ons voortbestaan. We zijn niet individueel, we wonen niet individueel. We wonen van oudsher collectief. En zoals u weet is de wetgeving in Suriname niet als zodanig, het bevat nog geen collectieve rechten. Dat is eigenlijk de strijd met in de voorhoede de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden, de FITS. Toch? En in dat traject van strijd voor erkenning, juridische erkenning van onze grondrechten, zijn er een heleboel uitdagingen. Theo Ubitana, voorzitter van de FITS. Hij sprak vanmorgen op een persconferentie over het uittreden van enkele inheemse dorpshoofden uit de vereniging. De persconferentie is gehouden op het bureau van de FITS aan de Verlengde Gemeenelandsweg.